Art Rotterdam is begonnen als een brede nationale beurs en heeft zich eigenlijk in die 13 jaar ontwikkeld tot een hele gespecialiseerde internationale avant-garde beurs. We richten ons op de top van de Nederlandse en de Belgische galeries en daarnaast de top van de opkomende galeries in de Europese landen. We vervullen dus een belangrijke functie internationaal in Europa. Je kan ook een gebaar maken door een kleine beurs neer te zetten, wat wij dan hebben gedaan als aanvulling op Art Rotterdam, waarbij je eigenlijk uit kunt pakken op de manier waarop de kunst het beste uitkomt. Dus omdat die ruimte zo groot is, zijn we ook niet beperkt van zoveel vierkante meter. Je neemt gewoon de meters die je nodig hebt. En dat is natuurlijk fantastisch, van wanneer krijgen jonge galeries de kans om op zo'n manier zich te presenteren aan internationaal publiek. De stad is gewoon ontploft. Ja. Weet je, je hebt gewoon 3 dagen nodig om alles te bekijken. Ja. En die energie die komt van onderaf, die komt uit de kunstscene zelf. In de kranten kan je alleen maar lezen van ja, het wordt allemaal niks. En het is, weet je, het is dan crisis zogenaamd. Maar vind je dat het allemaal van onderaf komt? Ja, tuurlijk. Er zijn toch Bob Smit is toch gewoon een gozer, die heb ik 3 jaar geleden nog les gegeven. Weet je. Ja. Die gast is 25, die rampt ja. In 2 jaar... Je hele kunstbeurt. Ja. En het is gewoon te gekke plek geworden. Ja. Ik heb gisteren alles gezien. Ja, weet je wel, je hebt dan Wilde Weten, je hebt Printroom. Al die mensen organiseren wat. Ja. En dat is heel veel liefdewerk uit papier, maar voor bezoeker is het natuurlijk gewoon te gek. Smullen. Ja, ja man. Ja. En als je slim bent, kan je zoveel ontdekken. Vorig jaar heb ik me aangemeld voor Art Rotterdam. Niet geselecteerd, niet doorgekomen om daar te staan. De selectie van Art Rotterdam is redelijk bekend dat het voor de conceptuele kant gaat. Steeds meer naar internationale galeries gaan, naar buitenland. Zo'n 50-50. Raw Art Fair, de nieuwste kunstbeurs van Nederland. De Veningsloods op Katendrecht aan de Veerlaan. JMR gaat dit pand beheren de komende jaren en exporteren voor OBR. Op een gegeven moment had ik 35 inschrijvingen. Dus ik had al kunnen selecteren, dus veel zwaarder kunnen selecteren. Eerst een vraag gesteld aan de galeriehouders. Willen jullie zo blijven, 28 galeries of groter worden? Toen zeiden ze, nou, het is interessant om meer galeries op één ruimte te hebben dan minder en een hele mooie, strenge selectie. En ik heb er 49 galeries van gemaakt. Maar toen vroegen de galeries wat het concept van boven was. Dat begrepen ze niet. En onder andere Geer, Mark Sleger, Roger en of wat anderen vroegen of ik niet een beroemde tentoonstellingmaker op kon zetten. En meerdere mensen lieten weten dat een Pieter Jonge heel erg welkom zou zijn. We keken toen hier die ruimte en dat is een ongelooflijk grote ruimte. Het is een... mooie, bijzondere ruimte. Het is heel sfeervol. Het is zo indrukwekkend dat het gewoon heel erg moeilijk is om als kunstwerk daar tegenop te boksen. En ik heb vroeger bij Museum Boijmans van Beuningen gewerkt. Daar heb ik ook de tentoonstelling van Peter Greenaway en Robert Wilson gedaan. En daar heb ik ook geleerd dat je eigenlijk heel mooi kunst kan laten zien vanuit het donker. En dan dingen belicht. En toen ik deze ruimte zag, dacht ik van ja, zoiets moeten we doen. Hè. Normaal gesproken is het gewoon een hele zwarte ruimte. En door een theaterbelichter hierbij te vragen, Paul van Laak,
hebben we hier samen eigenlijk een soort landschap gemaakt. Waar al die kunstwerken als een soort theaterfiguren ook een rol krijgen. En waardoor je ook als bezoeker heel erg kunt kijken en heel, heel direct contact met het object kunt hebben. En ik had ook bedacht van we moeten dingen hebben die heel erg goed zijn om ergens in een hoek te zetten. Want als je die hoeken van een ruimte goed kan markeren, dan sluit als het ware die cirkel van een ruimte. En dan voel je je ook prettig als bezoeker. We hebben bijvoorbeeld Atelier van Lieshout gevraagd. Die hebben ja gezegd en die hebben meegedaan nu met een groot werk. Nieuwste werk wat ze gemaakt hebben. We hebben grote namen zoals Armando en Sjoerd Buisman. We hebben ook hele jonge gasten die net van de academie af zijn. Hele veelbelovende mensen, of aanstormend talent zoals Tinkerbell en Frank Bruggeman. Met elkaar geeft dat dus een hele leuke dynamiek. Er is echt een soort spanning opgebouwd. En bij het maken van een tentoonstelling dan wil ik altijd dat je eigenlijk een soort flow krijgt, dat er een soort beweging is voor de bezoeker, dat je uitgenodigd wordt om van het ene werk naar het volgende werk te lopen. En dat kan soms door een soort overeenkomst in vorm of qua thematiek dat met elkaar te maken heeft. Soms juist door een hele harde botsing te maken, waardoor je ook weer fris wordt in je hoofd en zin hebt om ergens anders naartoe te lopen. En zo hebben we eigenlijk deze tentoonstelling opgezet. En soms dan had je ook dingen die zeg maar als het ware een soort echo zijn van een ander ding. Hè. Daar hebben we een beeld van Birgit Verwer. Daar zitten vleugels in van grote van dollarbiljetten. En even verderop hebben we Daniel Van Es. En die heeft een werk met hele grote zwarte vleugels. Nou, en dat vond ik mooi, want, dat als het ware een soort echo van elkaar is. Als je die, zeg maar dat spel wat erachter zit niet ziet, nou, dan kan je natuurlijk ook gewoon genieten van die dingen. Want het zijn ook hele mooie beelden. Alleen maar sculptuur. En we staan hier zelfs in zo'n sculptuur. Eén grote ruimte. Is gemaakt door Mark van Overheem. Hij zei van, ik wil een kleine ruimte hebben. En hij heeft alles meteen schoongemaakt. Heeft de rommel die hier lag verzameld. Heeft hij meegenomen. Maar heeft hem eerst gefotografeerd. En die foto die zie je hier op de achterwand van deze ruimte. Nou, we staan hier bij een werk van Ine Mulder. Een hele jonge vrouw die net afgestudeerd is. Het zijn een soort hele vreemde vleesmassa's. Soms zit er een soort vermoeden van een neus of een mond of een oor in. We hebben ook gezegd van het gaat om die hoofddeksels. Dus we moeten die kop een beetje aan de lage kant houden. En wat we ook op een gegeven moment erg mooi vonden is de herhaling van de pilaren. En dat ook te gebruiken voor al die zeven koppen met die hoofddeksels. Oh, dat is wel leuk, want dat meisje in het roze, dat is Tinkerbell. Het is gelukt dus. Het is gelukt, ja. Hey, vertel eens, hoe is het gegaan? Ze wilde niet echt met mij praten over wat ze deden. Ja. Ze was wel heel vriendelijk, maar heel zakelijk. Dus hier geld en kip stond al klaar in een doos. Ik mocht ook niet naar binnen. Oké. Okay. En deze, ik weet wel dat deze kip, want in 6 weken zou eigenlijk volgende week geslacht worden. Ja. Heeft eigenlijk voor een slachtkip al veel te veel veer.
Want een slagkip hoort helemaal niet zoveel veer. Die krijgen alle energie van het voedsel moet gaan in groot worden. In die filetjes, ja. Precies, ja. En niet in de veren. Maar heb je je doel nou bereikt? Nou ja, volgende week geslacht worden. En dat gaat nu niet gebeuren. Je hebt haar gered. Ja. Precies, ik heb haar gered. Ze is heel tam. Ja, ja, ze is nou heel rustig. Misschien is ze wel gewoon bang of gestrest. Ik weet niet, ze zat net heel lang op mijn arm. Ah. Heeft ze al een naam? Misschien gewoon Kip. Kip? Mevrouw Kip? We hebben ook een street artist gevraagd. De jongens die normaal gesproken in warme landen lekker buiten op straat tekent. Een 3D-tekening heeft gemaakt. En ik vond het juist heel erg leuk om zo iemand erbij te betrekken. We hebben ook, dat is nog niet hier, maar er komen straks markers waar je met je telefoon een app kan downloaden en augmented reality hebt. En dan kan je dus een beeld zien op je telefoon. Dat zijn allemaal nieuwe verkenningen eigenlijk van sculptuur. En dat, ik vind dat... Het is nu de tijd om dat te laten zien. Bob zegt ook van, een kunstbeurs is eigenlijk heel vervelend, want het is, het is eigenlijk voor een wat ouder publiek, gezapig publiek, rijk publiek. En we willen juist jonge mensen trekken die gewoon iets meer willen dan alleen maar een saaie kunsthal. Dus ook, daarom hebben we ook performances, we hebben 's avonds parties met DJ's, dus muziek verder en... En we hebben dus deze tentoonstelling. Toen we daarover zaten praten, hebben we ook gezegd van er moet iets bijzonders gebeuren. Er moet een soort ervaring komen die anders is dan een museale tentoonstelling bijvoorbeeld. Nou, en dat hebben we hier geprobeerd neer te zetten. Dankzij die grote nieuwe Rijnhavenbrug is het natuurlijk heel makkelijk om op Katendrecht te komen. Dus we denken ook dat er gewoon heel veel mensen op afkomen en natuurlijk ook heel veel jonge mensen. Ja, heel veel mensen zeggen, ik zie het niet. Het gaat om het gevoel wat we proberen neer te zetten. Dit gaat om verkopen. En als je wil, kan ik altijd nog de TL-lichten aandoen. Geen probleem. Ik heb de galerie zelf uitgekozen. Ben ik de selectiecommissie geweest. Ik heb natuurlijk wel laten adviseren door mensen. En mensen hebben voor mij ook galeries benaderd. En me geadviseerd. Je doet nooit iets alleen. Joey Ramone. Van Hans Bakker, die heeft Charlie Smith uitgenodigd. Teddy Kovacs, die voor mij afgelopen jaar heeft geholpen met het mensen naar binnen te halen, heeft 5 galeries benaderd. En ik heb de deals afgesloten. Contempo heeft 3 nieuwe galeries naar binnen gehaald. Mike Huustegen heeft er 3 voor me benaderd. Het is inderdaad een netwerk van mensen bij elkaar. Proberen clusters neer te zetten waar mensen gezellig goed met elkaar om kunnen gaan. Voor deze kunstbeurs hebben we een afspraak gemaakt om de komende 5 jaar, elke keer februari, de kunstbeurs Raw Art Fair neer te zetten. We zijn nu ook aan het kijken of we die expo elke keer voor een maand kunnen verlengen. Hi. Where is Anna Darling? Anna Darling is very busy in London. Ik zou heel graag een keertje een hele mooie tentoonstelling met oude meesters willen maken. Met mooie bruine schilderijen. Ik ben iemand die van de techniek houdt, van de content in het werk. Ja, verschillend. Waar we hier staan is de New Art Section en dat is nieuw dit jaar. En eigenlijk hebben we deze sectie ingesteld om tegemoet te komen aan de moeilijke situatie die veel jonge galeries speciaal in de grote steden van Europa hebben. In deze sectie kun je een kunstenaar presenteren, een jonge galerie, opkomende kunstenaar en een gereduceerd tarief. Dus eigenlijk het tarief hier beneden is 40% lager dan boven.
En we staan hier eigenlijk ook bij de winnaar van de Illy Prize, Zachary Formalt. En zijn werk gaat eigenlijk altijd over economie, economische processen, machtsprocessen. Ze stonden allemaal zo in de kast en hij heeft ze in de kast gefotografeerd. En het zijn eigenlijk allemaal theorieën van economen die we eigenlijk niet meer nodig dachten te hebben. We hadden het idee, we hebben groei, het gaat ons alleen maar steeds beter. Maar hele mooie kleuren, mooie belichting. Dus esthetisch is het ook nog een prachtig beeld. Hele goede kunstenaar. We staan hier ook in de New Art Section bij de Franse galerie New Gallery. En die hebben een beeld staan, een installatie hier staan van twee Amerikaanse kunstenaars. Dat is Ryan Tarkartin en Lissy Fitz. Zij maken eigenlijk ook video's. En die video's die kan je op Vimeo allemaal zien. Dat zijn hele onwezenlijke, gekke, vreemde video's. Ontspoorde jongeren die helemaal in hun eigen wereld zitten van nieuwe media, corporate culture. Maar ze maken ook samen beelden. En dit is een beeld wat ze samen gemaakt hebben. Een soort assemblage zijn het. Dit is een prachtig beeld. En in Showroom Mama zou ik zeker ook de video's gaan bekijken. Dit is een belangrijke plek op de beurs. Dit is halverwege de trap. En hier presenteren we ieder jaar een kunstenaar die we uitlichten. Dat is dit jaar het kunstenaarsduo Driessens en Verstappen. En hun werk gaat eigenlijk over het automatisch genereren van nieuwe beelden. Dus ze hebben een computerprogramma die zelf at random de beelden maakt. In deze box, deze kijkdoos, zie je allemaal was. En dat wordt langzaam verwarmd. In dat was zit een soldeerapparaat. Dus je ziet die was over elkaar heen smelten. En het is eigenlijk hetzelfde idee van het organisch vormen van verschillende beelden. In de galerie Fouzet-Issy hebben ze bijvoorbeeld ook paprika-sculpturen die van die hele vreemde vormen hebben gekregen en die eigenlijk afgekeurd worden door de supermarkten. En die hebben zij afgegoten en die presenteren ze. Ik ken hun oeuvre heel goed. Ze hebben ook een soortzelfde kist met dan zand wat waait, waardoor met ventilatoren erop. Het is eigenlijk de natuur, at random formaties van schoonheid. En de afwijkingen, de schoonheid van de afwijking met de paprika's. Dit is een beeld, het heet WW1, van de beroemde Rotterdamse kunstenaar Joep Vlieshout. Het is een gigantisch kanon, wat refereert natuurlijk aan een kanon uit de Eerste Wereldoorlog, daarop gebaseerd is. Maar het is ook een toekomstvisie van Joep. Het is ook een idee dat onze westerse samenleving in verval zal raken en zal teruggrijpen op oude technieken. We gaan een periode van chaos, geweld, het recht van de sterkste, Darwinisme gaan we in. En dit is een teken van Joep van Lieshout om aan te geven wat eigenlijk ons toekomstbeeld is. Niet heel positief, moet ik zeggen. Dus alles is te koop en alles is verzamelbaar. En dit is waar het verdienmodel van de kunstwereld. En de Nederlandse markt is niet slecht. Zeker niet, maar er is niet heel veel markt voor het topsegment. Maar er is een hele brede stroom van kunstkopers in het lagere segment. Ja, het verdienmodel in de kunst is toch ook unieke of kleine edities aanbieden aan verzamelaars. Ik zie ook niet zo snel een ander verdienmodel daarin, moet ik eerlijk zeggen. Het is geen massamedium. Kunst gaat over vrijheid en ruimte bieden, ruimte scheppen. En voor eerst inhoudelijk, ik vind een kunstenaar goed, maar dat betekent niet dat ik per se achter zijn visie hoef te staan. Daar sta je als kunstbeschouwer feitelijk ook neutraal in. Dus ik heb zes galeriehouders die de dossiers bekijken, de galerie selecteren. Maar ik denk dat het wel een voorwaarde is om goede kunst te maken, dat er een noodzakelijkheid is om die kunst te maken. En dat moet je voelen, dat er een urgentie is en om het je ook te laten raken, zo'n kunstwerk. Kunst gaat echt over schoonheid, nieuwe vormen van schoonheid, een nieuwe schoonheid door op een andere manier te kijken naar de samenleving, naar jezelf. En de economische macht van kunstenaars is niet zo groot in die zin. Maar het is ook kijken naar de Nederlandse markt, kijken welke positie je kan innemen internationaal.
Ook ten opzichte van de internationale concurrenten, de grote beurzen, die de grote galeries. Maar die zie je elke keer op die grote internationale beurs toch min of meer, hoe geweldig goed ze ook zijn, maar het zijn elke keer toch min of meer diezelfde 200 galeries. En wij proberen ook echt voor de internationale kunstliefhebber een alternatief daarop te brengen. Ja, dus geïnspireerd worden door nieuwe, jonge topkunstenaars. Paviljoen Rotterdam is voor mij een heel mooi voorbeeld van wat typisch Rotterdams is. Samen optrekken, samen een gebaar maken en laten zien wat je kwaliteiten zijn. Ik vind het een hele mooie aanvulling op Art Rotterdam en de andere satellietevenementen. Dus Rotterdam is in die zin echt booming deze afgelopen dagen. Dat is ook wat ik terug heb gekregen via het VIP-programma waar ik in zit. Ook via de mensen van Art Rotterdam is dat mensen het een hele prettige sfeer vinden, heel gemoedelijk. En dat er veel aandacht is voor de bezoeker. Dus er worden veel gesprekken gevoerd over de kunst. En dat is de doelstelling van Paviljoen Rotterdam, dat laten zien welke kwaliteiten er in Rotterdam aanwezig zijn. Denk ik, sinds 1999 koop ik kunst en dan als je dat blijft doen, word je vanzelf een verzamelaar. Ik heb wel eens aan een curator gevraagd van hoe zou je mijn collectie willen omschrijven. En zij zei het is eigenlijk landschap en portret. En toen zei ik oké, maar wat dan met al die andere rare dingen? Toen zei ze ja, dat is misschien dan je gothic site van je collectie. Maar het is een collectie die internationaal is. Jonge kunstenaars, ja, waar wij voor vallen, dat is het eigenlijk. Onze passie voor kunst gaat vrij ver, dus als je kan helpen zullen wij zeker helpen. Ja, dan gaan we reizen om ze dan te zien. Dat vinden ze vaak heel grappig, van oh, daar zijn ze weer. Maar het is een soort van morele support. Dat is één kant. Andere kant is, we hebben een aantal galeries waar we graag kopen. Dat is dan toch een, je begrijpt elkaars smaak. En zo'n galerie die doet een voorselectie, dus dat is heel prettig. Daar kan je een soort van op aan. Ik ben een Rotterdamse, ik hou erg van mijn stad. Ik vind het geweldig dat er dus een aantal jonge galeries bij zijn gekomen de afgelopen jaren. Daar heb ik ook een goed contact mee. En vanuit een vraag van Stichting Rotterdamse Galeries ben ik voorzitter geworden van de club. Een terloopse opmerking van Iris Cornelis van Iris Cornelis Galerie zette mij aan het denken. Zij dacht dat zij niet in aanmerking zou komen voor Art Rotterdam en dat was wel haar focus. Toen zei ik van nou, als je er niet op komt, dan zou ik gewoon groot denken. Door iets te doen op een grote locatie of op een andere locatie of samen of weet ik veel. Maar in ieder geval anders dan wat je al doet. Nou, als je niet op Art Rotterdam komt, is helemaal niet erg. Dan kun je gewoon extreem gaan. Dan doen we een pop-up. En daar presenteer je je kunst. En dat is in een maand uit de grond gestampt. Maar dat had niet gekund zonder de betrokkenheid van alle galeries en kunstenaars. We hebben hier zo met elkaar eraan getrokken om het voor elkaar te krijgen. Omdat ik natuurlijk internationaal georiënteerd ben, ik heb toch heel veel goede verzamelaars hier zien binnenkomen. En die ook echt de aandacht hebben gehad. Ja, en dan praten mensen nu over what's next. En het volgende zal zijn dat we internationaal gaan uitpakken. De gesprekken die ik nu voer zijn een focus op Manchester. En een focus op Zwitserland. En dat zou Zurich kunnen zijn, maar het zou ook Basel kunnen zijn. Dus dat zit nu in het vat. Ik ben hier niet geboren. Maar ik ben heel trots op de stad om iets heel anders. Dan zit ik boven en ik, wow, wat een skyline. Ja. Weet je waar het eigenlijk mee is begonnen? Dat Ellemieke Schoenmaker mij belde.
En die zei van, Jaap, ik sta hier naast Hans Wilschut en die hebben geen ruimte voor de MK Award. Ja. Toen moest aan mij denken, omdat ik er natuurlijk in mijn andere wereld veel mee in aanraking kom. En toen is het eigenlijk gaan rollen. Ja, net zoals de re-dubbele punt, hè? De reply, de reactie op de gevestigde kunstorde. Dat is ook een idee van Ellen Mieke geweest, hè? Die re. Nou, ik weet nog heel goed, we zaten met z'n drieën in de auto naar Berlijn, of met z'n vieren. Ja. En toen hebben we eigenlijk voor de galerie en gewoon ook echt een aantal dingen bedacht. Oké, we gaan een strategie maken voor de galerie. Of we gaan in ieder geval op een bepaalde manier werken met elkaar. Dat we dus niet alleen maar tentoonstelling maken, maar ook heel veel dingen omheen organiseren. Ja, hij heeft dan zeg maar echt veel de acquisitie gedaan, samen met nog een paar andere mensen. Nou, acquisitie in de zin van de exposanten. Ja, de exposanten geregeld. Ja. Zeker wel. Ja, zonder hem. Ja, iedereen heeft niet zo zijn netwerk ingezet. Zo van, weet je wel, vind je het leuk om mee te doen? Maar het was ook een soort van open discussie. Van, ja, je bent natuurlijk vrij onervaren om dit te doen. Hoe ga je dat dan opzetten? Hè? Dus we zijn bij elkaar gaan zitten. Wat doen we? Nou, toen kwam er op een gegeven moment uit een tientje per vierkante meter. Zoiets, hè? Heel plat. Want ja, je moet natuurlijk wel een soort van je kosten proberen te dekken. Waar het om gaat is denk ik dat zeg maar een generatie kunstenaars opgroeit. Die dus een mentaliteitsverschil hebben in de zin van, je doet het niet in je eentje. Ja. Dus je doet het met elkaar. Dus als jij iets doet, probeer je ook voor te zorgen dat anderen ook daarmee een podium krijgen. Dus jij jij zegt eigenlijk, de kunstenaar komt nu uit zijn atelier. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat het besef van het feit dat je een scene hebt, ja, en dat die scene zichtbaar moet zijn, daar komt talent uit bovendrijven. En die ruimhartigheid is denk ik, of die, ja, toch een soort solidariteit daarin. Oh, ruimhartigheid, dat is een goed woord, dat heb ik gevoeld. En er moet ook wel, weet je wel, het kan ook niet allemaal voor niks. Dat het mij tegenviel van de kunstwereld. Dat er standaard een soort van muur omheen staat. Het soort van afschermen van je eigen wereld. Terwijl ik had gedacht, je bent met z'n allen met kunst bezig. En dan ontstaat er een soort van energie die waar je met elkaar iets moois maakt. En dat viel me zo tegen. En ik denk dat dus hier nu wel is gelukt. Ja, weet je, we hebben de beurs als aanleiding nodig om het te doen. En de beurs was ook gewoon best wel goed. Ja, best wel goed? Deze beurs bedoel je, die was heel goed. Nee, maar door Art Rotterdam zelf ook. Oh ja, was ook gewoon oké. Okay. Ja, het was hele goed. Maar, weet je wel, ik vond het heel goed niveau. Echt tuurlijk, super goed, is ook goed niveau. En maar, weet je wel, toch. Zeg maar, de energie is heel anders. Licht, ja. Is heel anders. En of het is een andere sfeer. Ja, En voor de stad is het, weet je, ik kom hier vandaan, ik ben hier geboren. Ja, ik heb het hier nog nooit zo gezien. Ja. Maar dat heb ik voor jullie geleerd, weet je wel, van niets iets maken. Kijk, dat meen ik serieus. En dat is ook wat je zei, uit een soort van noodzaak geboren. Maar misschien heeft het ook wel te maken met gewoon creatieve geest. En ik kan me daar gewoon heel goed in vinden. En boven hebben we een bar. Ja. Aniek Weef heeft een bar gemaakt, een hondenhok. Ja. Dat is een barretje van 3 vierkante meter. Ja. Er kunnen 8 mensen in zitten. Ja. Ja. Je doet €50 in de pot en het bier is gratis. En zij draait plaatjes, weet je wel. Ja. Nee. Het is 45 graden daar binnen, weet je wel. Maar dat is natuurlijk een fantastische plek, weet je wel. En maar ze gaat er wel. Kijk, het toffe is, en dat typeert het, denk ik, wat we hier doen. Ze gaat er wel gewoon om niet zitten. Maar het is ook dat, zeg maar, de precisie waarmee ze dat plekje maakt, zodat mensen daar later soort kunnen vertoeven en denken, wauw, wat is dit? Hè? Een soort ervaring die ik nog nooit heb gehad.